Hallo mensen, je bent nu op het YouTube-kanaal van Ivy Production. Dit is Ivy TV, ik ben Anita en heet je van harte welkom. Ben je voor het eerst hier? Blijf hangen en kijk, want misschien is dit wel iets voor je. Abonneer je als je het leuk vindt. Vandaag maak ik een gemakkelijke maaltijd die je gewoon door de week na je werk kan maken. Sperziebonen met aardappelen en schoudercarbonade. Nou, dit zijn de sperziebonen. Die heb ik gesneden. En nu ben ik ze aan het wassen. Nou, de sperziebonen kan je ook kant-en-klaar kopen. Dus al gesneden. Je kan je voorstellen dat als je van je werk komt, heb je geen tijd om dan nog sperzieboontjes te gaan snijden. Dan is het wel makkelijk dat je zo een voorgesneden pakje kan kopen. Nou, ik laat ze dan goed uitlekken in mijn vergiet. En dan zet ik ze aan de kant, dat ze verder kunnen uitlekken natuurlijk. Ik heb dan tomaten. Ik gebruik van die cherry tomaatjes, omdat ik ze best wel lekker vind. Een beetje zoetige smaak hebben ze. Maar natuurlijk kan je ook gewoon grote tomaten die je gewend bent te gebruiken natuurlijk. Dit is echt gewoon om je echt te inspireren en ja goed, en meestal is het zo als je zo'n videootje bekijkt, maak je het toch eigen, toch? En dat moet je altijd met recepten doen natuurlijk. Gewoon je eigen maken. Maar de cherry tomaatjes zijn mijn nieuwste ontdekking. Ik vind ze gewoon heel lekker. Gewoon lekker om gewoon uit je vuist te eten of ja, gewoon een gezonde snack eigenlijk. En ja, om te koken vind ik ze ook voortreffelijk. Snij het dan in deze kleine stukjes. En dat zijn ze dan. Even in een kom aan de kant zetten. Nou, ik ga de snijplank zo meteen even omspoelen. Dan ga ik verder met het snijden van de knoflook. Nou ja, je kan knoflook natuurlijk in een knoflookpers, je hebt toch van die knijpers, zeg maar, doen. Maar ik vind het eigenlijk altijd lekker, gewoon lekker ouderwets, gewoon in stukjes snijden. Lekker. En het verschil met als ze uitgeknepen zijn, vind je echt dat het echt zo knoflook is. Dat zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik weet als het juiste woord is, zo echt zo penetrant. Het smaakt echt zo knoflook. Een beetje, ja, te knoflook smaak. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen anders. Maar dit, dat proef je gewoon in je gerecht, gewoon zo'n vleugje knoflook, weet je wel. Het maakt het lekker. Dus eigenlijk, je bakt de knoflook dan straks ook gewoon lekker mee. Dan geeft het niet zo'n sterke smaak af, weet je wel. En ja, natuurlijk moet je voorzichtig zijn met het mes, hè. Ja, kijk, ik heb meer ervaring om het zo te snijden. Maar wees voorzichtig met snijden natuurlijk. Nou, die doe ik dan ook in een kommetje. En zo bereid je alles gewoon voor. Nou, dan hierna ga ik dan de plank natuurlijk weer schoonmaken. Om verder te gaan met de uien, zeg maar. Ik ga twee uien voor dit gerecht gebruiken. En ja, je snijdt de uien hoe jij het wil. Ik doe het zo, zoals je ziet.
eerst in helften. En daarna maak ik gewoon, snij ik het gewoon op deze manier, gewoon zo horizontaal. En dan weer wat verticale stukjes. Maar hey, eigenlijk een ui is al in laagjes en zo. Dus in principe hoef je niet zo klein te schrijven. Je kan het gewoon die helft gewoon in reepjes snijden. Dan heb je al genoeg kleine stukjes. Maar ja, goed. Misschien wil je de stukjes kleiner hebben zoals ik. Dan doe je het gewoon op deze manier. Ja, ook hier zeg ik voorzichtig met snijden, want je ziet me zo gemakkelijk snijden. Maar ja, goed, ik kook heel veel en ik heb best wel veel ervaring. Dus ja, besnij ik mezelf niet meer. In het begin, toen ik begon met koken, zoveel jaar terug. Hoe vaak heb ik me niet gesneden? Maar ja, door te blijven doen, dan krijg je gewoon de ervaring in en dan weet je gewoon hoe ver je moet snijden. En hoe je je mes neer moet zetten, zodat je jezelf niet snijdt. Dus als ik mijn uien echt heel kleine stukjes wil hebben, doe ik het gewoon zo. En dan worden die stukjes toch nog kleiner, hè? Ondanks dat de uien al echt laagjes heeft, door een bepaalde manier te snijden, wordt het dan toch wat kleiner. De stukjes worden toch wat kleiner. En dat doe ik vooral van, ja, het komt heel veel smaak van af. Hoe meer, hoe fijner het gesneden is, hoe meer de smaak eraf komt. Nou ja, dat vind ik hoor. Het kan zijn dat het wetenschappelijk mensen die zich hiermee wetenschappelijk willen gaan bezighouden, misschien een andere mening hebben. Maar ja, goed, ik vind van wel, het is gewoon mijn, wat ik vind. En wat ik proef, zeg maar, hè. Ja, dan ga ik het op deze manier nog fijner snijden. Ja, en het grappige ervan is, het is nog leuk om te doen ook. Ja, weet je, alles wat je doet, moet je met plezier doen. Je moet er echt iets leuks van maken. En ja, goed. Vandaar dat mensen soms ook zeggen van, goh, er zit heel veel liefde in het eten. Oh, het is zo lekker, hoe komt het? Ik heb heel veel liefde erin gezet. Nou ja, goh, je hebt er gewoon zin in, je vindt het leuk. Nou ja, je kunt op deze manier zien dat de stukjes dan toch wat dunner worden. Ja, en dan weer alles bij elkaar. Snijden maar. Of hakken maar. Je bent een beetje aan het hakken. Op deze manier ben je een beetje aan het hakken. Nou, ook dit gaat dan even in een bakje aan de kant. Nou, dan ga ik mijn kruidenmengsel maken. En ja, dat ligt gewoon aan jezelf wat voor kruiden je wil gebruiken. Weet je wel? Beetje olie erbij en door elkaar husselen natuurlijk. En dan doe ik er meestal ook nog wat ketchup erbij. Je kan ketchup mayonaise doen als je van een beetje zoetere smaak houdt. Of je kan ervoor kiezen om ketchup manis te doen. Asin, zeg maar. Manis is die zoete, asin is die zoute. En ja, gewoon net wat je wil. Ik doe ze allebei, zeg maar. Maar dat vind ik dan toch best wel lekker. Lekkere combinatie. Ik doe wat extra bruine suiker erbij. Voor een beetje zoetige smaak, zeg maar. En dan door elkaar husselen. Goed mixen, dan wordt het een soort van papje natuurlijk. Nou, ik heb hier dan de schoudercarbonades. Die ga ik dan marineren met
Mijn heerlijke marinade. Ja, dan ben ik het zo aan het doen, dan wrijf ik het goed in het vlees, zeg maar. Ja, ik ben ze echt letterlijk aan het wrijven, hè? Een beetje erin wrijven, een beetje erin masseren. Nou, ze zijn klaar en dan ga ik het even aan de kant zetten. Ik heb hier een pan. En daar doe ik echt een ruime hoeveelheid olie in. Daar ga ik natuurlijk de sperzieboontjes in bakken. Ik begin dan eerst met de uitjes en de tomaten. Die gaan er dan eerst in. Nou, even testen met een stukje ui als die al heet genoeg is. Nou, dan voeg ik de uitjes toe. Die ga ik dan als eerste. Meestal doe ik gewoon de uitjes als eerste. Even bakken tot ze er een beetje glazig uitzien, alsof je er doorheen kan kijken. Dat bedoelen ze met dat de uitjes een beetje glazig eruit zien. Nou, roer bakken. En ja, meestal als ik kook, doe ik het op stand tussen stand 3 en 4, niet te hoog, zeg maar. En dat doe ik meestal zo, omdat ik niet wil dat mijn eten aanbrandt, hè. Want als je even iets wil gaan doen, zeg maar, dat je soms het vergeet en dan kom je terug en dan is je eten aangebrand. Dat wil ik op deze manier voorkomen. Nou ja, ik doe het wel soms op een hoge stand, maar dan sta ik erbij, hè. Als ik met een hoge stand kook, dan sta ik er altijd bij. Dan loop ik nooit weg. Dan doe ik nooit iets anders. Dan blijf ik echt gewoon bij de pan, zeg maar. En blijf ik gewoon omscheppen, roeren. Want niets is zo akelig. Ja, want dan vind ik echt de akelige smaak als de smaak van aangebrand voedsel. Nou, de uitjes gaan goed. Nou, dan voeg ik de knoflook toe en dan ook even roerbakken. En als het een beetje bakt, dan begin je echt de geur te ruiken, hè? De combinatie van de uien en de knoflook, dat is echt lekker. Lekker, lekker, lekker. Dan heb je zin in wat je maakt, zeg maar. Oh, het wordt zo lekker, denk je dan. Ja, want na een dag hard werken vind ik dat je gewoon ook lekker moet eten. Natuurlijk zijn er heel veel afhaalopties of bestelopties, dat kan je wel doen. Maar hey, wat is lekkerder dan een zelfgemaakte, zelfgekookte maaltijd? Heerlijk toch? Nou, de tomaatjes gaan erbij. En dan goed roerbakken. Ik vind het grappig, toen ik jong was, had ik zo'n hekel aan tomaten in het eten. Want dan had ik die vliesjes van die tomaten. Dan zat ik echt zo met mijn eten alle vliesjes eruit te halen. Want oeh, wat ik zo. Maar nu is het heel anders. Ik eet gewoon de vliesjes ook gewoon lekker op. Ik vind het gewoon lekker. Maar als je jong bent, als tiener, heb je van die dingen dat je zoiets hebt van, oh, eeuw, oh, ik zat allerlei dingetjes uit mijn eten te halen. Zelfde stukjes ui, want het ui waren best wel grof gesneden. Zelfde ui haalde ik eruit. Ik haalde echt al dat soort dingen eruit. Selderij, alles ging er allemaal uit. Vond ik vreselijk. Maar moet je mij nu zien, ik vind het heerlijk. Nou, dan ga ik ook nog wat kruiden erbij doen. Ja, want het moet toch lekker worden, hè? En dan doe je gewoon de kruiden die je lekker vindt natuurlijk erbij. Je kan een kant-en-klare kruidenmengsel erbij doen. Of je kan zelf gewoon je mengsel
maken, maar gewoon wat je lekker vindt. Want het is jouw eten, toch? En het moet voor jou smaken zoals je wil, natuurlijk. Nou, dan gaan de sperzieboontjes er ook bij. En dan ga je het gewoon door elkaar husselen zo meteen. Nou, je ziet het gewoon lekker koken. En daar gaan dan ook natuurlijk wat kruiden overheen die je lekker vindt. En ook natuurlijk een verkruimelde bouillonblokje. Of ja, als je niet van bouillonblokje houdt, dan kan je ook een snufje zout eroverheen doen natuurlijk, hè. Het is maar net wat je lekker vindt. En dan roerbakken, dus eigenlijk omscheppen. Hè? Het is niet per se, het is niet echt roerbakken wat ik nou hier doe. Het is echt omscheppen. Je schept het gewoon om, zodat alles door elkaar gehusseld is. En ja, goed, zodat alle ingrediënten in deze pan smaak aan elkaar geven. Dat doe je eigenlijk. Gewoon lekker husselen. Dan doe je de deksel op de pan en dan laat je het rustig sudderen. Ik doe soms een kwartiertje, soms een half uurtje. En af en toe kijk ik natuurlijk in de pan naar het proces. Schep ik ook weer een beetje om. En je moet het zo zien. Alle groente heeft vocht natuurlijk, hè? Dus er komt natuurlijk ook veel vocht. En daarom is het eigenlijk handig als je groenten klaarmaakt, dat je het echt goed droogt voordat je het gaat bakken. Want dat het niet zoveel vocht afgeeft, want dat het niet het water erbij waarmee je gewassen hebt, zeg maar. Hè? Dus als je het gewassen hebt, dan echt even goed drogen, zodat er niet zoveel vocht is. Want anders moet je dan toch wat langer koken, totdat het vocht eruit gekookt is. Ja, maar zo ziet het er toch fantastisch uit, of niet? Niet te veel vocht, gewoon lekker droog. En ja, je ziet ook aan de kleurverandering. Het is een beetje andere groene kleur. Het is niet zo helder groen meer. Het is een beetje. De kleur is nu toch veranderd. Ja, aan de kleur zie je natuurlijk ook dat het gaar is. Maar je kan, als je het zeker wil weten, er eentje uitpakken. Deksel er weer op. En nu gaan we weer olie in een andere pan doen. Ruim olie. Want wij gaan dan de carbonade bakken. De schone carbonades. Nou, hier wacht ik dan ook tot het heet genoeg is. En ja, dat doe ik nu gewoon zo door het vlees even in de pan te doen om te kijken van joh, is het al heet? Nog niet, dus dan wacht ik toch nog even. Ja, en nu is het nu zie ik wel dat het toch al heet genoeg is. Dus dan doe ik het vlees erin. Nou, deze stukjes haal ik er dan uit. Nou, een van de carbonaatjes is dan al lekker van de kook. Nu zie je het nog beter. En nu de andere er ook bij, want dan is het dan toch echt heet genoeg. Ja, ik kies er altijd voor om mijn carbonades op deze manier te bakken. Maar natuurlijk zou je ook een heel klein beetje olie in de pan kunnen doen en ze dan zo te laten roosteren, laten bakken.
Maar ik vind het heerlijk om echt gewoon dat ze echt gewoon lekker gewoon in de olie goed gebakken zijn. En dat er lekker een korst eroverheen komt. En ja, van binnen is het dan toch ook, het blijft dan toch wel lekker zacht hoor, hè? Want het wordt niet per se droog, zeg maar, het vlees. Op deze manier. Maar ik hou niet zoveel. Ik ben echt heel zo van. Ik moet er niet aan. Ik wil niet dat mijn vlees te gaar is. Ik bedoel, ik zeg het verkeerd. Ik wil niet dat mijn vlees te rauw is. Dat moet ik zeggen. Ik wil geen rauwe stukjes hebben. Daarvoor doe ik het zo. Deksel in de pan en dan kookt het dan ook een beetje zo. Het zorgt er ook voor dat het straks lekker mals is. Ja, ik hou van mals vlees. Van mals gekookt vlees, hè? Het is. Ik hou van mijn vlees als het don is. Je weet toch, je hebt die verschillende tijd van bakken bij. Hoe heet het? Als je. Biefstuk, dan willen ze. Of het is rare of het is don, weet je wel. Dat is niks voor mij. Ik hou niet van. Het moet bij mij echt don zijn, ja. Niet rare of niet medium. Nee, het moet echt gewoon doorgebakken zijn, doorgekookt zijn. Lekker gaar, lekker mals. Lekker. Dus zo doe ik dan mijn schoudercarbonade. En ja, goed, er komt ook vocht van het vlees af, hè. Dus dan als ik ze heb gebakken, dan de deksel erop. En dan doordat het vocht eraf komt, dan zorgt dat het ook een beetje een kookeffect heeft. Zodat je dan toch een lekkere malse stuk carbonade straks op je bord hebt. Hey, geen commentaar van professionals, want dit is home cooking. En home cooking doe je zo. En ja, soul cooking. Ja, gewoon, je moet lekker eten. Het moet alles gewoon goed gemarineerd, lekker gaar. Hè, food for the soul. Lekker. Nou, en nu zie je zeg maar, ik ben nu op het punt dat het eigenlijk, je ziet dat de meeste vocht dan toch echt een soort, het zit nou letterlijk in de olie, zeg maar. En door de marinade en alles heb je dan ook eigenlijk een soort van saus, zeg maar, door het vlees zelf. Gecreëerd, want ja, goed, ook dat gebruik ik natuurlijk om over straks over de aardappels te scheppen. Dat is heel lekker. Nou, dit is de maaltijd dan. Zo ziet het er dan uit. Lekker een stukje schoudercarbonade, aardappelen en je sperziebonen. Super, super lekker. Nou, dat was het dan. Geef me een like als je deze video leuk vond. Deel het met je vrienden en familie als je wilt reageren. Mag dat onder deze video? Was je nog geen abonnee? Abonneer je dan nu en vergeet dan niet om de notificatiebel te activeren, want dan ben je straks als eerste op de hoogte van elke nieuwe post. IVTV heeft ook twee merchandise webshops, een Nederlandse en een Amerikaanse. Het zijn print-on-demand webshops. Dat betekent dat je op verschillende producten een bepaalde print kan laten drukken. In mijn shop vind je prints die ik heb ontworpen. De prijs van de producten is naar de kwaliteit, dus neem gerust een kijkje en misschien zit er wel iets voor jou tussen. Kanaallidmaatschappen kan nu ook op dit YouTube-kanaal. Word lid, zodat je naar video's kunt kijken die alleen voor leden zijn gemaakt. Dus dat was het dan voor deze keer. Tot de volgende video. Dag hoor!